Goedemorgen, ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven de zuidelijke helft van het land en amper bewolking boven de noordelijke helft. En dat laat ook meteen de tweedeling zien die we vandaag hebben. Want vanaf ongeveer de lijn Amsterdam-Deventer en daar te zuiden van is het bewolkt en nevelig. Grijs, kan er af en toe wat regen vallen en wordt het vanmiddag 20 tot 23 graden. Ten noorden van die lijn is het nog steeds heel warm, 28 tot 30 graden met flink wat zon en heel misschien vanmiddag een lokale onweersbui. Grote verschillen dus. Vanavond trekken die wolkenvelden langzaam richting het noorden. Kan er op meer plaatsen een druppeltje regen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Op die lokale onweersbuien in het noordoosten na. Morgen in de ochtend nog wat wolkenvelden. Maar in de loop van de dag steeds meer zonneschijn overal. Uiteindelijk zijn de regio's met volop zonneschijn. En worden het 23 tot 26 graden. Dinsdag is ook nog een hele warme en zonnige dag. 25 tot 30 graden. En in de avonduren misschien een bui. En woensdag en donderdag krijgen we met meer buien te maken. En dan gaat de temperatuur weer naar beneden. Dan komen we onder de 25 graden uit. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.